Als dat niet gebeurt, gaan we straks alles weer blokkeren. En dan komt de vechten en dan ga jij alle bekeuringen eraf halen. Ja. Want jij verpest ze nu voor je collega's die het netjes opgelost hebben. Ja. Dus bekeuringen eraf of we gooien de hele boel dicht. Ja. Zonder pardon. Was het opgelost en dan maak je er weer een foto. Ja, dat dus. Ja, je mag wel foto knippen, joh. Ja, maar die andere meneer daar, die staat ook echt vrolijk te schrijven. Maar je verneukt me nog voor jezelf allemaal, hoor. Ja. Ja. Mag ik jullie die mensen die hebben het opgelost. Vraag maar altijd. Hey, maar jullie werken de burgers natuurlijk nog. Nee. We mogen hier gewoon al zijn. Het is netjes opgelost. Ik zeg alles dicht. Nou, wacht maar even. Ik wil mij ook niet aan de winnaar willen. Ik ga gewoon niet staan. Ik ga straks naar mijn boel. Zal ik ernaar trouwens hebben? Jullie werken hier. Ja, maar hier komt het ook weer verschillen. Ja, hun niet. Hun werken hier. Als ze niet verwijderen. Nou, tot straks. Nee, we gaan nu door. Als de bekeuringen er niet afgaan, zijn jullie over de kwartier hier weer. Alles gaat plat. En dan gaan we niet meer aan de gang. En heb je dan je doel bereikt? Ja, want dan later op map aankomen. Ik denk dat je dan je doel helemaal voorbij gaat. Ja, maar... demonstratie, denk ik. We gaan het zo zien. Demonstreren is vrede. We hadden het goed opgelost. Mag, we hadden het goed opgelost met z'n allen. Die kernkast, die verneukt het voor jullie, hè? Ja. Maar ik kan dus. We hadden respect voor jullie. We hebben de boel opgelost. Zonder geweld, zonder gedonder. Begint het nu weer. Wij willen het graag met jullie oplossen. Maar niet door zo'n kernkast die plek om. Ja, maar toen hebben we ze pas opgepakt. Hij staat bij een benzinepomp. Maar we hebben niet een hele stuk mee gereden. Wat is dan de reden dat je dat er zo aftrekt en fotograferen? Misschien als de nek wat dikker wordt, misschien krijgt hij een beetje meer verstand. Ja, ik vind het jammer hoor. We waren met je collega's al uitgekomen. Dat kon allemaal weer zo anders. Ja. Lijkt wel een boa. Ja, maar het is heel makkelijk. Ze komen toch straks allemaal terug, want we blokkeren de hele zooi nu zo. Alles dicht. Goed trots op jou weer, jongen. Kun je vanavond weer bij je vrouw vertellen? Binnen een paar bedoelingen. Die heeft die vast nu. Ja. Nog eens weg. Weer een paar centen. Ja, trots weer, jongen. Je moet nog meer aan de bomen van speur. Hij moet nog meer aan de bom gespeuken, jongen. Wie is aan de bom, meisje? Nou, gooien we de boel sowieso dicht. Ja, nou is het klaar. Dan laat ook nog maar op vechten, hè. Kom maar. Ja. En de bommannetje is daar. Volgens mij zit ze daar ook hoor. Ja, hij heeft alleen mijn eigen auto nog niet gehad. Daar gaat hij zo heen natuurlijk. Maar dat vergeet hij. Hij heeft alleen een foto van jou, ja, maar niet jouw auto. Ja, niet zo'n grote kerel op de hoor. Nee, nou ben je helemaal op zak, nou gaan ze weg. Nee, nu gaan ze hier stappen, trek ze hier tegen. Nou, dat dacht hij in, mijn auto. Kom op voor mijn auto, wil je ook achter staan? Ja. Yo! Yo, versterking! Als ze aan mijn hondjes komen, dan hebben ze problemen. Ik zit niet zo dat ze het gaat doen. Oh, ze probleem. Ja. Ja, ik kan beter met de spoot niet vanaf blijven. Je bent van die bus. Ja. Wie is dat met die? Die dat is Audi. Ja. Dus met die rode vest zeg maar. Geen naam noemen. Die is aan een bom, denk je, joh. Gaat verrummen. Ja, gewoon eentje die je verpest voor iedereen.
mij keer op was, ik had hem onder een bos begraven. Waar dan? Ik had toen koel door de kast gehoord. Daar, varkens erbij. Ja. Komt niet meer terug. Nou ja. En dan snap ik ook niet waar Jordi blijft. Kom, ik ga daar aan de andere kant ook nog. Ja? Ik ben daar overleg met. Ja, zijn zo. Ja? Ja, maar je hebt de kofferklep nog omhoog. De kofferklep omhoog. Ja, zodra ze die kant nog gaan, dan ga je. Ja, een zwijn, dat mag allemaal, hè? Ja.